Heel goedemorgen en welkom bij deze markets Update van BNP Paribas. Het blijft bijzonder dat de recente forse daling van de aandelenbeurzen verklaard wordt door feiten die al ruimschoots bekend waren. Het geeft maar weer aan dat timing en sentiment rondom een beurs een eigen leven leiden. De 10 rente in de VS bereikte even de 3,2% waar begin dit jaar nog 1,6% stond. De Chinese aanpak van Covid en de oorlog versterken de angst voor een stevige groeivertraging in combinatie met aantrekkende prijzen. En deze week zal met extra aandacht naar de inflatiecijfers worden gekeken nu de bedrijfcijfers op zijn eind lopen. De olieprijs daalde fors en de indices leverden respectievelijk 2% voor de Dow en 3,2% voor de S&P 500 in. De Nasdaq verloor ruim 4%. Autobouw Rivian was een van de grotere dalers met 20% nadat Fort liet weten een deel van het belang verkocht te hebben. Ook de andere meme stocks vielen rond de 13% terug. In Azië leverden bekende namen als Tencent en Alibaba rond de 4% in. Cospi Index en Nikkei hielden de schade beperkt met slechts 0,4% verlies. Hang Seng sloot 2,2% lager en de... Chinese beurs Shanghai Composite sloot uiteindelijk zelfs nog licht in de plus. Futures in Amsterdam duiden ondertussen ook op een iets hogere opening. En de laatste inflatiecijfers voor Nederland in april komen uit op 9,6%, een fractie onder die van maart. Voor de eurozone ligt dat cijfer overigens op 7,5%. En Bayer laat vanmorgen sterke cijfers zien. De Duitse chemiereus zag de omzet met ruim 14% aantrekken tot 14,6 miljard en netto bleef daar 3,3 miljard van over. Men bevestigde de eerder afgegeven outlook voor het hele jaar. En Fastnet gaat obligaties uitgeven met een looptijd van 5 jaar en betaalt daar 4,5% voor. De opbrengst wordt gebruikt om uit te breiden. Op de agenda vandaag ZTW economisch sentiment uit Duitsland en ondernemersvertrouwen uit de VS. Bij de analisten onder andere updates op cri sorry, crisis: Zet ING op kopen koersstoel 13, Goldman Zet Shell op kopen, JP Morgan Zet Aprum op houden koersstoel 55, en Jefferies Zet Volkswagen op verkopen met een koersstoel van 125 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.